Nog een jubileum. In verpleeghuis Compostela in Zeeland is een nieuwe afdeling geopend, de huiskamer genaamd. In de huiskamer kunnen mensen waarvan het geheugen achteruit gaat, hun dagen doorbrengen met zoveel mogelijk verzorging, comfort en begeleiding. Verhuizen naar een verpleeghuis buitenlandert is dan niet meer nodig. Henk de Klein sprak met locatiemanager Peter Verkuijlen over de opzet en doelstelling van de nieuwe afdeling. Ik sta hier met Peter Verkuijlen, manager van Compostela, maar niet alleen manager van Compostela. Maar laten we eens beginnen met Peter aan het publiek voor te stellen. Peter. Nou, ik ben, de titel heet manager van locatiegroep Landert. En dat betekent dat ik vanuit Brabant Zorg alle activiteiten van Brabant Zorg in Landert coördineer in feite. Dus naast Compostela hier in Zeeland ook Nieuwe Hoeven in Schaik, Vierhoven in Schaik. Dijkstaten in Schaik en de thuiszorgteams in Schaikreek en Zeeland en de zorgboerderij in Mil. Een van de onderdelen waar je hier heel erg actief bezig bent, dat is het verzorgen van een nieuwe afdeling in Compostela. Ja, we hebben hier een nieuwe afdeling gecreëerd, omdat wij in elke keer in Landert proberen de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Dat mensen ook niet meer uit hun eigen kern hoeven te verhuizen naar een andere plaats als intensievere zorg nodig is. En met deze verpleegafdeling voor mensen met geheugenproblematiek, mensen met de diagnose dementie, om die hier een eigen plaats te geven in Zeeland en dat ze ook hier kunnen blijven. Hoeveel cliënten kunnen jullie hier verzorgen? De afdeling heeft 16 plaatsen. Ja, dus en voor Zeeland is dat voorlopig een mooi aantal. Ja. In de toekomst mogelijk, als dat nodig is, kunnen we kijken naar uitbreiding. In Brabant noem je daar cijfers over, hè? Ja, ja, dat zijn cijfers van Alzheimer Nederland. Dat in Landert op dit moment eigenlijk al ongeveer 200 mensen zijn met matige tot ernstige dementie. Als je kijkt naar 2015-20... 2015-20 is dat aantal al gestegen naar 400. Met het realiseren van de huiskamer hebben jullie erop geanticipeerd. Wat is nou specifiek aan de huiskamer, de afdeling die je nu in Compostela? De huiskamer is zo gecreëerd, gebouwd, ingericht, dat mensen met geheugenproblematiek hier een heel goed verblijf hebben, een goede dag kunnen hebben. Dat er aangenaam is, dat het er veilig is, dat er wat te beleven is. Dat de mensen gewoon een goede dag kunnen hebben. Want daar gaat het eigenlijk gewoon om. Mensen, het, ondanks de problematiek er is, het aangenaam maken. Dat ze het goed hebben. En daarnaast hebben de mensen allemaal hun eigen kamer, appartementje. Een kamer appartement van 35 vierkante meter. Waar ze ook hun eigen sfeer, zoals ze altijd geleefd hebben, kunnen inrichten, kunnen creëren. Wij staan hier nu midden in die centrale huiskamer en als ik zo rondkijk dan zie ik al een aantal heel opvallende dingen, Peter. Maar het meest opvallende wat ik hier in de midden zie is de zogenaamde cocon in de midden. Kun je daar iets van vertellen van die cocon? Ja, daar zijn we ook heel trots op. Die cocon, we noemen het een snoezelcocon. Als je kijkt, mensen met geheugenproblematiek, er is niet altijd meer normaal gesprek mogelijk. We moeten mensen iets anders bieden om, ja, om ze gerust te stellen, om ze even te verpozen, om als er wat onrust is, om dat terug te brengen. En daar hebben we deze cocon voor ingericht. En daar zitten een aantal technieken in waar we dat mee kunnen bereiken. En we zullen het dadelijk even laten zien. Maar we werken daar met geluid. We kunnen daar mooie rustige muziek draaien. Er zit een aquarium in waar we mooie beelden met muziek bij kunnen laten zien. We hebben hier gebruik maken van iPads waar we met YouTube filmpjes naar voren kunnen halen. Wat mensen aanspreekt. Ja. En we hebben, en dat is mede mogelijk geworden door de stichting Vrienden van Compostela, een speciale snoezel, een robot zeehond, kunnen aanschaffen. Dit is Paro, een snoezel zeehond. Die zit vol met techniek. Je ziet hem bewegen, hij hoort ons praten en hij reageert op ons. En zo is het ook natuurlijk voor de bewoners hier. Hè, van die kunnen we gaan aaien en het beest gaat reageren wat hij fijn vindt. Hij gaat kwispelen. Dat vindt hij niet leuk als je in zijn snorharen zit. Maar hij herkent stemmen van mensen. Hij herkent andere geluiden. Hij herkent huilen van mensen. Dan zal hij reageren om mensen wat te troosten. Ja. Dus echt interactieve zeehond gericht op mensen met geheugenproblematiek. Als ik me omdraai, Peter, dan zie ik hier een mooi aquarium. Ja.
Ja, dat is een ander element wat in deze cocon zit. Een aquarium met allerlei mooie vissen. En we kunnen ook wisselen van soort vissen in feite door de dag heen. Met muziek op de achtergrond. Maar je merkt het zelf als je hier in die cocon zit. De wereld sluit zich een beetje, ja. Hij wordt klein en je kunt rustig worden. Oké, we staan hier voor een hele mooie wand met foto's. Dit is, heb ik ook begrepen, een initiatief van buiten. Ja, hier heeft de Heemkundekring Zeeland aan meegewerkt. En zoals je ziet, allerlei hele mooie oude foto's van Zeeland. En het hele leuke is, als je hier de mensen hier wonen, als die hier langslopen of even komen kijken, dan herkennen ze weer allerlei mensen. Eigen vaders en moeders, familieleden, het ouderlijk huis, de winkeltjes die in Zeeland zijn geweest, de molen. Het is eigenlijk een beeld van Zeeland uit het verleden. En ja, het geeft verhaal van de mensen die hier wonen. Ik heb begrepen dat je ook een vrijwilligersteam hebt. Ja, er is een hele groep vrijwilligers ook die hier bijdraagt om het voor de bewoner weer aangenaam te maken. Want dat is vooral weer de taak van de vrijwilliger. Ondersteunen, mensen begeleiden, dat ze het hier goed hebben. Maar ook familie participeert hier in wat er gebeurt op de afdeling. En we willen ook met elkaar, dus niet alleen met de vaste medewerkers, het verzorgend begeleidend team en het medische team, maar met name ook met vrijwilligers en familieleden, gezamenlijk het hier een goed klimaat maken voor de bewoners. Hier in deze huiskamer hebben jullie ook een prachtige keuken met echt een heel speciaal. Hier wordt gewoon elke dag gekookt, hè Peter? Ja, hier wordt elke dag gekookt, want we merken gewoon... Ja, eten is voor ons allemaal belangrijk. Daar kijken we naar uit. Het is lekker. We maken er een gezellig moment van. Nou, dat doen we hier precies hetzelfde. De eetmomenten zijn eigenlijk de belangrijkste momenten van de dag. En we koken hier zelf. En mensen die kunnen, die helpen daar een beetje in mee. Maar als de soep opstaat, je ruikt hem en mensen krijgen eetlust. Hè? Ja. Dus ook mensen eten beter als we zelf koken, als ze erbij betrokken zijn. Het is gezelliger, het geeft dynamiek, het geeft leven. Er zit echt wel dus een gedachte achter. De mensen helpen zelf met koken? Ja, waar het kan. Het is nooit geen moeten, nee. Maar het is juist om mensen weer wat bezigheid te geven. Maar je houdt ook vaardigheden in stand. Want je zet iemand stil in een stoel en je gaat achteruit. Ja. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde principe hier. En ook mensen wel een klein beetje meehelpen. Of nou een kopje afwassen is, of een aardappel schillen, of de bloemkool schoonmaken. Daarmee hou je vaardigheden in stand en de achteruitgang vertraagt gewoon. Dan staan we in een heel knus hoekje. Een hoekje met een open haard. Ja, net een keuken, een snoezelruimte. Ja, er hoort ook een open haard bij. Straks zullen we zien, ze hebben hier zelfs een televisieruimte waar mensen rustig televisie kunnen kijken. Ze hebben een overdekt tuinterras waar mensen rustig buiten kunnen zitten, zeker met het mooie weer. Eigenlijk is aan alles gedacht. Er is ook een actie geweest van één medewerkster. Die heeft een cd gemaakt. Vertel daar eens van. Is onderdeel van het duo Cato en Drika. Volgens mij heel bekend hier in Zeeland. Ja. Die hebben een geweldig idee opgepakt om een lied te schrijven, een cd te maken en die cd in Zeeland aan de mensen aan te bieden en de opbrengst ervan voor de nieuwe verpleegafdeling te bestemmen. En dat heeft een behoorlijk bedrag opgeleverd, ja. 2800 euro, ja. Erg veel. En daar hebben wij onder andere de techniek van die cocon mee kunnen bekostigen. Okay. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat zijn net die extraatjes die je dan kunt doen. Er hangen hier allemaal prachtige mooie foto's en tekeningen. Is ook van een van de medewerkers? Ja, nou, de medewerkers, het team zelf, is heel nauw betrokken geweest bij de inrichting. En eigenlijk alle ideeën zoals het er hier uitziet, komen uit het team zelf. Mensen wilden die omgeving creëren die ze graag wilden hebben voor de mensen waar het hier om gaat. Nou, dus die hele inrichting is door het team eigenlijk vormgegeven. Foto's die hier hangen in het hele gebouw zijn ook gemaakt door een van de medewerkers, Annelies van den Berg. Heeft dat bijna een professionele hobby volgens mij. Ja. En het zijn ook weer foto's van kinderen en dieren voornamelijk en bloemen. Maar dat zijn juist ook weer de onderwerpen die deze groep mensen erg aanspreken. De huiskamer is gecreëerd, vrijdag is die geopend. Ja, maar dit is ook. Hier staat de zak eruit gaan. Speciaal welkom aan bewoners van Compostela. Welkom aan hun familieleden. Welkom aan alle genodigden. Ja? Welkom aan medewerkers en vrijwilligers van Compostela. Vandaag vieren we weer een mijlpaal voor Brabantzorg in Landert. De opening van de kleinschalige verpleegafdeling, de huiskamer.
Een kleine 5 jaar geleden liep in Landert het project Is Landert Ouderenproef? Een project waar de Stichting Belangen Ouderen uit voortkwam. Er vond onder ouderen een heel dynamisch gesprek plaats waarin mensen van Landert zelf aangaven waar behoefte aan is als je als ouderen in Landert woont. Wonen, zorg en welzijn waren belangrijke thema's. Brabant Zorg was hierin een convenantpartner, die zich verbond aan de wensen van de mensen in Landert. Met als uitdaging de wensen naar concrete plannen te vertalen en serieuze inspanning te leveren om het een en ander ook daadwerkelijk waar te maken. In die wensen van ouderen stond centraal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met ondersteuning op maat. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan de huiskamer, want daar gaat het natuurlijk echt om vandaag. De huiskamer. U ziet er hier al een kleine tip van de sluier opgelicht. Een belangrijke aanwinst voor Compostela. Een aanwinst voor Zeeland. Met de huiskamer wordt het ook hier mogelijk gemaakt dat inwoners van Zeeland met een intensieve zorgvraag bijna altijd in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De burgemeester en wethouder mevrouw Van Helden-Neerijs om met het onthullen van Parel de huiskamer te openen. En het wilde nu vragen aan het viertal om langzaam het publiek omhoog te halen. Als ik dan zo rondkijk, zelf inwoner van Zeeland, dan zeg ik ja, dan is een aardig stukje aanbod van zorg voor oudere mensen voor Zeeland. Ja, we proberen in de hele lijn van een lichte zorgvraag, en dat kan beginnen bij huishoudelijke zorg door Brabant Schoon, de thuiszorg in feite, want we proberen mensen natuurlijk zo lang mogelijk thuis te houden, dat willen mensen ook, maar met de juiste zorg op maat thuis door onze thuiszorgteams. 24 uur per dag ook, 7 dagen in de week, ook op onverwachte momenten. Daar kan dat team voor zorg dragen. Ja, is er toch wat meer beschermd wonen nodig, dan zijn er hier aanleunwoningen van Mooiland, ja. Die een directe verbinding hebben met Compostela, waar wij ook diensten kunnen verlenen. Zeg maar het verzorgingshuis, als er echt wat intensieve zorg nodig is en zorg in de nabijheid, dat er ook steeds direct een beroep gedaan kan worden. Ja. En deze verpleegafdeling voor de meer intensieve zorg. En daarnaast hebben we nog 2 logeerkamers in het Algemene Verzorgingshuis. Maar we hebben hier ook op deze afdeling ook een logeerkamer. Vorige week vrijdag heeft een artikel in de Brabants Dagblad staan over de huiskamer. Maar daarnaast stond een artikel van jou, althans van de schrijver, over jou, over de beslotenheid, de geslotenheid van deze soort afdelingen. Dus niet specifiek deze, maar deze soort afdelingen. Het gaat voor deze groep mensen die hier woont om veiligheid en bescherming te bieden en begeleiding te bieden. De geslotenheid is nooit een doel op zich. In het verleden hadden we geen techniek die daar wat mogelijkheden in biedt. Inmiddels zijn we zover dat er allerlei technieken zijn om juist die geslotenheid te gaan beperken. Alleen als het kan. Niet bij iedereen kan dat, maar bewoners waar het kan, die je meer ruimte kunt geven, hebben de techniek inmiddels voorhanden hier in het gebouw. Die gaan we binnenkort ook gebruiken. Dat betekent dat iemand een sensor aankrijgt in feite. Dan kan die gewoon hier de huiskamer uitlopen, door het gebouw lopen. Maar wij krijgen dan een seintje op onze dektelefoons als een bewoner bij een buitendeur komt en eigenlijk naar buiten wil gaan. En dan kunnen we even kijken van, goh, gaat het allemaal goed? Ja. Of moeten we even begeleiding geven? Ja. En een volgende stap is dat we gaan werken met GPS-horloges. Ook het andere deel van Compostela is mee heringericht. Je hebt toch wat meer, nog wat andere zaken meteen aangepast. Ja, Compostela zien wij ook als toch een ontmoetingspunt voor ouderen. Het moet een gastvrije omgeving zijn.
En we hadden bij de mogelijkheden van de verbouwing hier ook de gelegenheid om de hal wat aan te pakken. En wat we gedaan hebben is wat opnieuw ingericht met meubilair. Het is allemaal geschilderd. Maar er is ook een receptie, die is eigenlijk gecombineerd met een koffiecorner. Ja. En als je dan zo rondkijkt, zeg je dan, hey, mijn werk hier in Compostela zit er niet op, maar ik heb bereikt wat ik wil bereiken. Of liggen er nog meer plannen in voor de toekomst? Nou, er liggen op dit moment geen grote plannen waar we de komende jaren echt grote stappen gaan zetten. Maar wel die doorontwikkeling die we nu ingezet hebben om in de hele lijn van dienstverlening in feite zoveel mogelijk te doen wat mensen willen en nodig hebben in feite. En daar proberen we steeds op in te spelen en daar is ongetwijfeld nog genoeg te doen. Succes ermee en Julian, je mag complimenten. Het ziet er fantastisch uit, Peter.